De vorige regering heeft Suriname met grote schulden opgescheept. Dit haalde president Chandrika Prasad Santokhi gisteren aan op een persconferentie in de congreshal. De president zegt dat Suriname ruim 3 miljard US dollar aan binnen- en buitenlandse schulden heeft. Dat is per burger ongeveer 5000 US dollar. De vorige regering heeft ervoor gezorgd dat elk huishouden een schuld heeft van 24.000 US dollar. Niet alleen de schulden zijn hoog, maar volgens Santokhi zijn de achterstanden van de aflossingen van leningen schrikbarend. De achterstanden in betaling van rente en aflossingen van buitenlandse leningen is 43 miljoen Amerikaanse dollar dit jaar alleen. En vergeet u niet, dankzij onze betrokkenheid in de transitiefase hebben we twee keer een default positie voor de Surinaamse economie kunnen voorkomen. Hiernaast, dus apart, hebben we vanaf 2016 een groot deel van de ressources voor verschafte diensten en goederen van het Surinaams bedrijfsleven ook niet betaald. Dus dat komt er nog bij kijken. En het gaat om een bedrag van ruim 253 miljoen Surinaamse dollar. Weet u dat, wat dit betekent voor bedrijven? Als ze hun geld niet kunnen krijgen. Dat ze over de kop gaan. Met name kleine en middelgrote bedrijven. President Santokhi zegt dat behalve de financiële catastrofe er ook sprake is van een hele grote mate van onbehoorlijk bestuur. De afgelopen jaren zijn er duizenden mensen in overheidsdienst genomen, vaak in posities waarvoor ze niet zijn gekwalificeerd. Er zijn last minute wurgcontracten aangegaan om partijgenoten te accommoderen. Assembleeleden zijn ineens benoemd tot het bureau van de minister van Buitenlandse Zaken en benoemd tot ambassadeur. Kan je dat voorstellen? Benoemd tot ambassadeur. Allemaal in strijd met de gangbare regels die er zijn in dit land. Wetten, regels en tradities zijn met de voeten getrapt. Overal is duidelijk geworden dat de vorige regeerders geen enkel respect hadden voor wet en recht. In de periode, we gaan niet naar hele lange periode terug. Alleen de periode van 6 maanden voor de verkiezingen van 25 mei 2020... zijn 3603 nieuwe ambtenaren in dienst genomen. En dit zijn slechts cijfers van CBIMA. Maar de praktijk zal een hoger aantal uitwijzen, omdat er nog verschillende beschikkingen zijn die nog niet verwerkt zijn en nog niet opgenomen zijn in het systeem van CBIMA. Ook de resoluties. President Chandrika Prasad Santokhi, hij sprak gisteren in de congreshal op de persconferentie met als onderwerp de financieel-economische situatie zoals die is aangetroffen en het toekomstbeleid.